Zo hashtag Blue Monday? Helemaal niet. Ik lach me suf. Want dan circa 50 sollicitaties en 35 afwijzingen heb ik een gesprek. Haha. Oké, okay. nou, de sterke punten ziet er hartstikke goed uit. Maar wat zijn nou je negatieve eigenschappen? Nummer drie. Pff, uh, lastig. Uh, top of my head. Uh, ik denk, ik ben iets te perfectionistisch. Weet je wel, ik merk dat je toch. Ja, ik wil gewoon heel graag dat het allemaal goed is. Dus je, je zult gezien dat ik echt gewoon ja, toch keihard blijf werken om gewoon een perfect product af te leveren. Oké, okay, dat klinkt een beetje als een positief punt. ja, dat is een positief Ja, ja, ja. Uh, ja, als dan, ja, als ik eerlijk moet zeggen, ja, wat misschien wel een negatief punt is, is ik, um, ja, ik kan geen nee zeggen. Dus dat vind ik lastig. Dus ik merk dan dat ik extra werk van anderen op me neem. En dan gewoon ja, tot langer doorwerk, gewoon weekenden, gewoon alle uren van de dag. Gewoon om alles perfect af te krijgen ja. voor jullie. Ja, klinkt toch alweer heel positief. hè? Oh, ja. dat is toch ja. eigenlijk weer een positief punt oh, ja, wat je noemt. Ja. Ja, klopt, ja. ja sorry. Uh, pff, uh, nou ja ik, heb, ja, ik heb nog wel een dingetje, maar ja ik zit niet te denken ja die zal ook wel zeggen dat is ook weer zo'n positief dingetje waarschijnlijk maar uh, ja. ja ik moet wel vanuit huis werken want ik heb een straatverbod we leven nog meer comedy maand bij Ziggo en Comedy Central ontdek het op ziggotv comedy